Ik kreeg van Danielle de vraag wat ze allemaal kan doen als woningaanpassing voor ouderen. Ze wil de woning van haar ouders zodanig aanpassen zodat ze er langer van kunnen genieten. Samen gewoon in hun eigen oude vertrouwde huis. Alleen ze worden ouder, ze worden wat moeilijker te been. Dus ja, er moeten allerlei dingen gebeuren. En Danielle had zelf toch wel een paar ideeën. Maar ze wilde weten, wat komt er nu nog meer bij kijken? Wat vergeet ik nu als ik zeg maar een woning geschikt wil maken voor ouderen? En mensen noemen dat ook al een levensloopbestendige woning. Of een gelijkvloerse woning. En nou, daar is eigenlijk deze video voor. Ook het bericht, hè. Dus mocht je deze video zien in YouTube, zal ik ook het link van het bericht eronder zetten. Dan zie je alles bij elkaar. Want het zijn eigenlijk best wel dingen die je kunt doen. En nou, laten we die gewoon direct even doornemen. Want je wil allereerst natuurlijk gewoon, als het een huis is met verdiepingen, wil je alles op de begane grond hebben. Want trappen zijn gewoon lastig voor ouderen. Nou, als de woning klein is, dan is een traplift zeker het overwegen waard. En met zo'n traplift moet je wel investeren. Maar dat betekent dat, dat ze niet van de trap zullen vallen. En het is onderzocht. En de meeste mensen die zeg maar naar een seniorenhuisvesting gaan of naar een ziekenhuis tussendoor. Vanwege iets wat een huis fout gaat, is het vallen van de trap. En dat is echt met, met grote overwinning, zal ik maar zeggen. Ook al is het natuurlijk geen overwinning. Maar verreweg de meeste senioren die denken, ik ben nog goed te been. Die vallen van de trap af. En daardoor komen ze in het ziekenhuis terecht. Of is het niet zo heel erg, maar komt het besef dat er plotseling iets moet gebeuren. En dan ben je vaak te laat. Want ja, dan moeten die mensen iets. Je kan niet zeggen van, ja, we gaan eerst even een traplift uitzoeken. En dan gaan we eens even kijken. En dan laten die plaats. Want ja, dan is het vaak gewoon te laat. En dan zijn die mensen al uit huis. En dus je wil dat voor zijn. Dus ik vind de vraag van Danielle heel terecht. Want het is nog niet zover. Ze maakt zich gewoon zorgen. Omdat haar ouders denken dat er niets nodig is in huis. Maar ze zelf ziet gewoon dat die mensen ouder worden. En gewoon hulpbehoevender. En ook gewoon je hebt behoefte hebben om heel zelfstandig te blijven. En ik snap dat heel erg goed. Dus ja, je kan dus een traplift maken. Als het niet mogelijk is om beneden een slaapkamer met badkamer te maken. Maar gelukkig is dat vaak wel mogelijk. Dus dan maak je eigenlijk de hele woning gelijkvloers. Betekent dat ze eigenlijk nooit meer boven hoeven te zijn. En je ziet in het begin nog wel dat het bijvoorbeeld boven de was wordt gedaan. En dan lopen ze bijvoorbeeld 1 of 2 keer per week nog naar boven. Maar je merkt toch al snel dat de trap gewoon helemaal niet meer gebruikt wordt. Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Als die mensen daar gewoon heel hun leven gewoond hebben. Of korter, dat maakt eigenlijk niet uit. Dan blijf je toch lekker in dat huis wonen. Ook al is het boven als het ware helemaal leeg. Ik bedoel, ja, mensen willen graag op hun eigen plek blijven wonen. In de omgeving van bekenden, vrienden, buren. Misschien wel familie in de buurt. Ook voor een stukje mantelzorg. Wordt steeds belangrijker. En ook de overheid zegt gewoon ja. Je moet steeds langer op jezelf wonen en je wordt steeds minder geholpen door de overheid. En ook de kosten, zeg maar, van die hulp van de overheid, ja, die moet je ook steeds meer zelf betalen. Dus die gelijkvloerse woning, drempelloos natuurlijk en zo weinig mogelijk drempels. Want mocht er ooit iemand in een rolstoel komen of is een rollator nodig, is een drempel gewoon lastig. En ook een drempel van 0,5 centimeter is dan al gewoon irritant. Dus probeer gewoon echt alle drempels gewoon helemaal uit huis te krijgen. Ik ben bewust nu op zoek naar zeg maar, de dingen die vooral bouwkundig zitten. Dus de badkamer beneden, de slaapkamer beneden. Geen drempels, brede deuren. Goed overzicht, hè, tot ze elkaar ook gewoon goed blijven zien. Hè. Dus niet te veel hokjes, niet te veel draaideuren. Maar het liefst alles lekker open. Gewoon 1 harde vloer of ergens, zodat het ook lekker rolt met een rolstoel of een rollator. En daarnaast heb je natuurlijk heel veel elektronische voorzieningen. Domotica. Om een huis slimmer te maken. Je hebt een slimme woning. Maar ik zou dat voor ouderen of senioren niet zo snel gebruiken. Natuurlijk is het goed om zeg maar zijn noodknop om de nek te hebben hangen. Dat mensen altijd zeg maar een soort noodnummer kunnen bellen. Of een melding kunnen maken als ze alleen thuis zijn. Of als de, ja, in ieder geval tot zeg maar als er iets misgaat in huis. Dat je een melding kunt maken naar buiten. Dat is vaak gewoon een rode knop. Een kastje met een rode knop. Om de nek. Ziet er misschien een beetje vreemd uit. En de meeste ouderen willen dat niet.
Maar het kan zoveel leed voorkomen. Want ja, een oudere die gewoon zeg maar een uur of drie, vier op de grond ligt en niet meer overeind kan komen, is echt wel natuurlijk heel erg vervelend. Maar ook gewoon echt gewoon medisch ook wel een behoorlijk ding. Kan meteen een groot probleem zijn. Omdat je kunt je het vast wel voorstellen. Dus je hebt het gehad over het breder maken van de deuren, drempelloos, de traplift, een bad. Hè? Want sommige mensen zijn heel erg gehecht aan een bad. Je hebt speciale baden. Dat heet een instapbad. En dat betekent dat je zeg maar nog steeds gewoon een bad hebt waar je in kunt, wat je vol kunt laten lopen en gewoon in kunt zitten. Maar er zit als het ware een deurtje in, of niet als het ware, er zit echt een deurtje in. Waarbij je zeg maar het deurtje zeg maar het bad in open doet. En dan gaat hij zeg maar tegen het bad aan. En ja, daarna gaat het water erin. Dat drukt tegen dat deurtje aan. En dan blijft het gewoon helemaal waterdicht. En heb je dus met een hele lage instap, omdat je gewoon door het deurtje kunt lopen, kunnen mensen gewoon nog in bad. En dat wordt gezien als heel erg ja, prettig. Dat is dus een instapbad. Je hebt daarnaast ook nog een comfortdouche. Dat is dan een beetje de tegenhanger, die comfortdouche. Dat is eigenlijk een hele grote prettige douche met een zitje erin, met beugels erin om jezelf op te tillen. Waarbij zeg maar, senioren gewoon ook drempelloos zeg maar, de douche in kunnen stappen. Op dat zitje kunnen zitten. Niet te snel heel heet water kunnen pakken per ongeluk. Maar gewoon ja, zelfstandig lang kunnen blijven douchen. Want ja, het klinkt natuurlijk mooi hè, mantelzorg en hulp aan huis en mensen die komen helpen. Maar wat je eigenlijk feitelijk wilt, is gewoon zo lang mogelijk gewoon niemand nodig hebben. En door die aanpassing is dat gewoon, ja, gewoon best wel lang, zeg maar nog wat tijd te rekken. En dan klinkt rekken misschien niet helemaal als positief, maar zo bedoel ik het eigenlijk wel. Gewoon zo lang mogelijk zelfstandig wonen is ja, toch wel... Denk een van de vrijheden die je wilt hebben, ook als wat oudere persoon. Nou, je kan natuurlijk kijken van als de woning zeg maar van binnen wel goed toegankelijk is, maar van buiten niet is. Stel dat je bijvoorbeeld een beetje in een stad woont, heb je heel vaak optredens of kleine trapjes, niet zo direct zeg maar 3 meter hoog, maar gewoon tot het begaande grondvloerniveau eigenlijk 1 meter boven straatniveau ligt, heb je speciale platformliften wordt al wel toch wel wat lastiger. Maar in ieder geval is een platformlift waar je dus op kunt gaan staan of een rolstoel op kunt rollen. En die kan gewoon een klein trapje overbruggen. Waardoor die mensen nog steeds hun eigen woning in kunnen. Natuurlijk moet de voordeur breed worden gemaakt. Net als de overige binnendeuren. Moet de draai worden kunnen gemaakt. Moet het ook mogen van de gemeente. Want je bent vaak op zeg maar, overheidsterrein een aanpassing aan het doen. Maar dan kun je dus gewoon een platformlift buiten maken. Die kan gewoon in weer en wind staan. Die zijn gewoon heel erg degelijk en duurzaam. Nou, dat zijn een beetje alle bouwkundige aanpassingen die je kunt doen. Er zijn dus heel veel meer technische, elektrotechnische verbeteringen die je kunt doen om het huis veilig te maken. En ik denk dat sommige echt wel geschikt zijn voor ouderen. Maar die zal ik bij het bericht zetten. Sowieso zal ik al deze tips samenvatten in 1 bericht. Zodat je echt alles bij elkaar hebt. En mocht je dit zien op YouTube, zal ik die link onder deze video zetten. Bedankt voor het kijken. Succes met alle wensen, aanpassingen en ideeën. Stel ook gerust je vraag. En je zou mij enorm helpen door deze video te waarderen met een duimpje in YouTube. Zodat ook andere mensen die bezig zijn met zeg maar, een woning aan te passen voor ouderen, voor later. Om die zeg maar, ook ja, deze tips te kunnen geven. Bedankt en tot de volgende video.